gesproken met de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken met betrekking op de wet van op kansspelen. De minister geeft verder aan welke stappen eigenlijk genomen zouden moeten worden om te gaan naar een betere ordening in deze sector. Volgens de minister hangt het helemaal af van de aanname van de wet. Dan pas kan de regering veel meer communiceren naar de gemeenschap over de afvloeiing van mogelijk personeel uit de sector kansspelen. Daar hebben we het dan over de casino's en de studiebed shoppings. Het is van belang dat de gemeenschap veel beter hierover wordt geïnformeerd. Zo ook als we kijken en gaan moeten werken aan het aanpakken van onze werkloosheidscijfer. We hebben met de minister gesproken en hij vertelt verder over wat er zou moeten gebeuren, wat er mogelijk zou moeten gebeuren en wat wij als samenleving zouden kunnen verwachten. Dit is een wet, werken is ingediend geworden door het ministerie van Justitie en Politie met de bedoeling om de sector toch wel beter te reguleren dan nu het geval is. En in dat kader zijn er een aantal vragen gesteld welke wij nu aan het beantwoorden zijn en we hopen dan de wet vandaag toch wel aan te nemen, te kunnen aannemen. En als we kijken naar deze wetgeving, over hoeveel personen gaat het om eigenlijk in deze sector, die werken binnen die sector? Wel, het aantal personen dat werkzaam is in de sector is niet bekend, volledig bekend. Een principe wat daarbij dan wordt gehanteerd, voor wat betreft arbeidsmarktanalyse, is dat je uitgaat van schattingen. Er zijn hier genoemd dat er ongeveer 900 betting outlets zijn in Suriname. Als je uitgaat dat de meeste één of twee kassas hebben, dan kan je toch wel uitgaan van een geschat aantal medewerkers van rond de 1800. Voor wat betreft casino's ligt het uiteraard wat anders. Ook daar hebben we niet de precieze aantallen, omdat een van de zaken die nog niet in place is, om het zo uit te drukken in Suriname, is de wet werknemersregistratie. We hebben al een concept gestuurd naar de staatsraad. Het is de staatsraad gepasseerd. Het is nu bij justitie en politie voor wat kanttekeningen die ze hebben geplaatst, zodat die opgepakt kunnen worden. En wanneer je de wet werknemersregistratie door de Nationale Assemblée is geadopteerd, dan heeft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken toch wel een tool, een middel om concreet werkgevers te vragen hun werknemers te registreren, zodat we dan te alle tijden overzicht hebben van het aantal werknemers welke werk in een branche, bij een specifiek bedrijf, noem maar op. Op dit moment hebben we dat niet, dus zijn werkgevers niet verplicht om ons informatie te verschaffen. En dat leidt toch wel in vele gevallen tot vaak bellen om te vragen om informatie. Je krijgt die informatie niet opgestuurd. Soms moeten medewerkers het veld in om toch wel zo, op zo'n wijze werkgevers te vragen om mee te werken aan surveys welke het ministerie uitvoert, noem maar op. Dus daarom dat we toch wel erop gefocust zijn om zo gauw als mogelijk de wet werknemersregistratie te laten adopteren door de Nationale Assemblée van Suriname. Een van de zaken die de wet beoogt, is het terugdringen van het aantal betting outlets. Dat heb ik zo begrepen uit de discussies die zijn gevoerd. Ik weet niet als mij over wil gaan tot sluiting van casino's. Dat zal ik dan later wel horen. Maar in dat geval zal er dan toch wel sprake moeten zijn van afvloeiing van personeel. We zullen dan moeten kijken hoe we de afgeploeide medewerkers kunnen hertrainen, zodat ze in andere sectoren ingezet kunnen worden. Maar zal dit dan geen druk leggen op de staatsbegroting? Als we het hebben over de sociaal-maatschappelijke vraagstukken? Wel, het hangt er vanaf wie gaat betalen voor de hertraining. Is het de staat of is het het bedrijfsleven? In dit geval de sector waaruit de mensen zullen afvloeien. Naar mijn mening zal het de sector moeten zijn. Dus we zullen die discussies ook dan nog moeten voeren over wie gaat betalen. Maar ja, als het de overheid is, zal het toch wel een grotere druk leggen op de staatsbegroting. Zeker vanwege het feit dat het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken op dit moment een hertraining van de medewerkers van de sector niet heeft begroot. Een gelukkige omstandigheid is dat we op korte termijn gaan starten met het project Roken voor Mickey Money. Dat betekent dat mensen die afvloeien ook dan kosteloos die trainingen kunnen gaan volgen. Als we naar bepaalde wijken, districten toe gaan.
Dus ze kunnen wat dat betreft dan wel meeliften met een ander initiatief van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Hoe eerlijk zal het zijn voor de tegenpartij naar de staat toe? Want als we het hebben, als u zegt dat zij eigenlijk zouden moeten betalen voor die trainingen, hoe is dat al besproken met de sector? Nee, ik denk niet dat dit soort zaken zijn besproken met de sector. Veel hangt af van de wet die DNA moet passeren. Neemt de Nationale Assemblée een wet af, welke aangeeft dat het aantal betting outlets teruggebracht moet worden. Neemt de DNA een wet aan, welke aangeeft dat het aantal casino's teruggebracht moet worden. Dan pas kan je concreet met de sector gaan praten over hoe en wat, op welke wijze de afvloeiing van personeel ter hand genomen moet worden. En in dat traject dan kan je daar ook afspraken gaan maken van oké, de sector heeft de afgelopen jaren zoveel verdiend. Het is nu tijd om terug te gaan investeren in de medewerkers die moeten worden afgevloeid. Dus in dat kader kan je dan dergelijke gesprekken concreter gaan voeren. Nu zijn er slechts ideeën welke er zijn, omdat veel toch wel gaat afhangen van de specifieke wet die aangenomen moet worden. Minister, zal dit dan niet zorgen voor spanningen binnen die gemeenschap? Want er is al zoveel druk als we kijken naar de verhogingen die worden toegepast, de subsidies die worden afgebouwd. En dat je nu dus moet aanhoren dat je langzaam maar zeker een afvloeiing zou moeten plaatsvinden. Zal dit niet zorgen voor een chaos? Wel, het gaat niet zorgen voor een chaos. Wanneer je zaken in goede banen leidt, goed voorbereid, dan hoeft er geen chaos te ontstaan. Dus daarom zei ik ook van, wanneer het bekend is welke specifieke wet wordt aangenomen, dan kan er gericht met de sector aan tafel worden gezeten om te kijken hoe de afvloeiing en eventuele hertraining in goede banen geleid kan worden. Dus er hoeft geen chaos plaats te vinden, maar nogmaals, veel gaat afhangen van de wet die gaat worden aangenomen. En de trainingen die mogelijk gegeven zouden kunnen worden aan die groep die zou moeten komen uit die sector. Zijn er al key trainingen of key points waarbij er opgelet moet worden om de markt aan te vullen? Hoe zal het eigenlijk geschieden met dat van die trainingen? Dus in dat kader is het ook van belang de gesprekken af te wachten met de sector. Als de mensen die moeten afvloeien aangeven van we hebben toch wel belangstelling voor zo'n training. Dan kunnen we specifiek daarop gaan focussen, maar is het algemeen, dan kunnen ze ook meeliften met de algemene trainingen die we gaan geven in het kader van het project Rocco for Mickey Money. Minister, dan stel ik toch nog deze vraag. We staan op 9,1% als we het hebben over werkloosheid in Suriname. Hoe zal dit dan bijdragen aan het verder neerhalen van dit cijfer? Wel, zodra je ervoor zorgt dat mensen in het traject gaan van hertrainen, zodat ze weer geplaatst kunnen worden, dan hoeft de werkloosheid niet te gaan groeien. Een van de zaken waarbij arbeid ook kan helpen, is het feit dat we een afdeling directe bemiddeling hebben. Directe bemiddeling betekent dat we de vacatures die er zijn in de private sector registreren. En op basis daarvan gaan we kijken binnen ons bestand van werkzoekenden wie mogelijkerwijs een job zou kunnen vervullen. En dan gaan we vraag en aanbod dan linken met elkaar, zodat mensen dan beter in staat zijn om werkgelegenheid te vinden. Ik moet ook aangeven dat in het traject kunnen we uiteraard ook kijken naar zelfstandigheid, self-employment, waarbij mensen die bepaalde vaktrainingen krijgen, ook trainingen kunnen krijgen in ondernemen. We hebben ook Stichting Productieve Werkeenheden die micro-ondernemers kan begeleiden. Dus behalve vaktrainingen, bijvoorbeeld lassen, kan iemand daar ook getraind worden om een lasbedrijf op te zetten, om zodoende als lasser dan aan de slag te gaan. Er zijn dus wat dat betreft vele mogelijkheden die bekeken kunnen worden. Maar nogmaals, veel gaat afhangen van de wet die gaat moeten worden aangenomen door de Nationale Assemblée en het vervolgtraject. Wat onder meer zal inhouden, voeren van gesprekken met de sector om te kijken van hoe of wat gedaan moet worden in het kader van de implementatie van de wet.